Wij zijn hier informatie aan het geven over honorsprogramma's. Waarom zijn jullie hier vandaag gekomen? Nou, gewoon een beetje gewoon te kijken wat alles inhoudt, eigenlijk. En wat heb je al moois gezien wat ertussen zit? Mij leek Liberal Arts and Sciences wel leuk. En wat is een honorsprogramma precies? Een honorsprogramma is een studie die je doet naast je eigen studie. Haal je 30 punten extra voor en daarmee ga je verbreden in een vraagstuk waar jij je in interesseert. Ja, ik doe nu HRM en ik heb gekeken bij Innovation and Business Creation en Changing Leadership. En waarom? Ja, gewoon dat het wel aansluit bij mijn studie, want ik doe creative business. Dus wel een beetje de creatieve kant op, zeg maar. Ik weet dat jij dat ook hebt gedaan. Wat heeft het jou gebracht? Ik heb mij heel erg weten te verdiepen in heel veel verschillende aspecten van, nou ja, eigenlijk ik sta voor het onderwijs, maar daarbuiten ook, met name de jeugd en de maatschappij. Wil je graag verder ontwikkelen? Waarom is dat? Ja, wie wil dat nou niet, hè? Ja, ik wil mezelf leren kennen, toch? Nou, ik ben gewoon meegesleept, maar ik heb nu wel een goede tijd. Want ik zag bij Liberal Arts dus dat ze een video hadden gespeeld. Ze maken daar bijvoorbeeld zelf video's en past heel goed bij onze opleiding. Dus we gaan ons zeker wel aanmelden. Yeah.